Maar ik zou het wel eens live willen zien, waar we het nu over gehad hebben. Ik weet niet of je de heren gaat betrekken of je mij gaat betrekken. Maar je had gezegd, we gaan iets doen. Ja, tuurlijk. Oké, ik ben nu al zenuwachtig. Ja, dat is niet nodig. Nee, absoluut niet. Oké, dan ben ik op mijn gemak. Voilà. Het is niet de bedoeling om u in belachelijkheid te trekken. Nee, als ik bijvoorbeeld aan een persoon zou vragen, als ik aan u zou vragen of aan u... denk aan een getal tussen 1 en 10. Heel veel mensen, zonder na te denken, 7 of 3. Omdat dat zijn gewoon de meest gekozen cijfertjes. Hè. Nu ik dat gezegd heb, denk je misschien, nou ja, nee, nu moet ik veranderen. Enfin, tussen 1 en 100 is het dan weer 37, 28. Heel veel met 3 zijn 7. Enfin, het is te gemakkelijk soms. Dus daarmee, we gaan misschien best een willekeurig gigantisch getal genereren en van daaruit werken in plaats van gewoon nu. Heb jij een gsm in de buurt? Heb je een rekenmachine? Ik heb geen gsm. Mijn handen zijn ontsmet, dus op zich komt dat goed. En uw rekenmachine, dat vind ik... Ik denk hier, hè? Ja. Oké. Okay. Niet te veel nadenken. Een getaltje tussen 1 en 10. 9. Nee, oké. Okay. Man van uitersten, daar hou ik van. 1. We zullen ook uitersten doen. Oké, oké. Misschien net niet goed. 1, perfect. 1, perfect. Oké, 9 maal 1 maal. Je hebt je hand ontsmet? Ja, ik heb het 2 keer. Neem het maar eventjes over. Ja, typt jij maar een getal tussen 10 en 100, dus een getal van 2 cijfertjes. Dus goed, maar ja, wij moeten dat niet weten. Gewoon bijvoorbeeld 25 of 38. Niet te veel nadenken. 2 cijfertjes maal. Doe een slot, doe nog maar eens. 2 cijfertjes, tak, tak, is gelijk aan. Ja. Ja? Hoeveel cijfertjes komt je uit? Hoe groot is het getal? Hoeveel cijfertjes zijn het ongeveer? 5, 6, 7? 6. 6? Dat is pittig, maar dat kunnen we daar kunnen we wel iets mee. Oké, zeker niet laten zien aan de camera of zo, dat is wel belangrijk. Allee, dat is uw geheimpje. Ja. Tot nu. Okay. Uw geheimpje. Focus op de eerste 2 cijfertjes. Ja? Mm-hmm. Oké, probeer die even in uw achterhoofd te houden. Maar ik doe mij een plezier. Tel van 1 tot 9. Luid op, dus 1, 2, 3, tot 9. Doe dat maar in uw hoofd, doe maar. Luid op. Zeg maar zo 1, 2, 3, zeg eens. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, stop al. Maar heb je gezien, hij is focus. 1, 2, 3, 4. En 4, zijn spanning valt weg. Hij verandert even. Dus het is sowieso 2 lage cijfers. Goed bezig. Sowieso. Niks zeggen, Marnik. Nee, niks prijsgeven. Volgens mij sowieso een 4 of een 5. Daar zit ergens. Maar de 5 interesseert je niet. Het zit hier, zit de spanning. Dus sowieso een 4. Er zit sowieso een 4 bij. Uw tweede cijfertje gaat niet hoger zijn, want dat kan niet, want uw spanning viel weg. Dus het gaat een 1, een 2 of een 3 zijn. Maar het gaat redelijk... Grappig, je keek ook net naar hem, dus volgens mij ook misschien ook een 1. Dus is het 14 of 41, de eerste 2? Klopt dat? Je moet even confirmeren. Ja. Echt? En wat is het? 41. Oké, so far so good. De spits is eraf. Dat is crazy, echt. Ik kan het toch niet laten zien? Nee. Er is hier niks dat mij cute of zo heel belangrijk. Zeker niet aan mij tonen, dat is heel belangrijk. Oké, volgende 2. Focus op die volgende 2. Deze keer hetzelfde. Hou die in je achterhoofd, maar deze keer gaat je niet luid op tellen. Tel maar van 1 tot 10 in je hoofd. Enkel in je hoofd. Je bent misschien al bezig. Of ja, dat is natuurlijk het... Oké. Wacht, zit jij klaar of moet je nog beginnen? Je zit nu juist klaar. Oké. Volgens mij, we hebben die uiterste hier al opgezocht, dus volgens mij iets wat jij nu net ook... Maar je zit in de war, want volgens mij zit er sowieso een 9 in, dat klopt, hè? Er zit een 9 in. Mag je dat confirmeren? Ja. Ja, het is een 9. Maar het andere heb ik geen idee van. Wat is uw ander cijfer? Mag je dat zeggen? Ja. 0. Dan ben ik mee. En de 0 is insignificant, dus dan gaat het 0,9 zijn in plaats van 90. Oké. Ja, echt. Laatste 2. Wacht, 1, 2, 3, 4. Dus nog 2. Oké, okay, ja, laatste 2 gaan ons visueel voorstellen. Tot nu toe hebben we dit. Het visueel beeld we in. Hier is een potemmer. Zwarte verf. En we hebben een gigantisch groot wit doek hier tussen ons in. Ga maar eens in die pot verf, in uw gedachten. Het druipt er vanaf de verf. En ga maar in het gigantisch groot die eerste 2 cijfers op dat wit doek gaan bekladden. Oké, okay? Doe dat maar in uw hoofd. En als je klaar bent, zeg het maar. Oké, niet te veel met je ogen prijsgeven, zag je wel. Je bent aan het verven. Je bent dan duidelijk goed bezig. Ja. Oké.
geen NLP techniekjes gebruiken. Nee. Ik ben sowieso een meest. Iets in mij zegt, het heeft denk ik iets te maken met, niks zeggen hè, iets te maken met je eerste twee. Het lijkt erop, maar het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde, maar het heeft er iets mee te maken met de eerste twee. Het zal me echt kijken van, wat is er allemaal gebeuren? Heerlijk. Oké, het is een gokje. Wat waren uw laatste twee cijfers? Zeg het maar. 3 en 1. Dat is 31. Oh my god. yes. 31, dus 410931. Ja, klopt dat? Klopt. Ja, natuurlijk. Ik heb gezegd, ik heb u al haast obsessief liggen opzoeken. Dat is gewoon om mij zo goed mogelijk voor te bereiden. En natuurlijk, wat had je gedacht? Ik heb jouw boekje... Nice. Nu wordt het interessant. Inderdaad, ik heb uw boek gevonden en meteen maar gekocht. Expressing Yourself in the Most Powerful Way. Weet je wat? Misschien met de twee mannen doen. Weet je wat? Ik zal door het boek gaan op die manier. Ik zal er door riffelen. Als jij gewoon op eender welk moment stop wilt zeggen. Het is uw taak om te stoppen waar jij wilt stoppen en niet waar ik wil stoppen. Oké, goed. Here we go. Stop. Was dat waar jij wou stoppen? Of wil je het anders doen opnieuw? Oké, we gaan opnieuw doen. Oké. Gewoon even voor de zekerheid. Nu weet je tempo ook. Nu weet je tempo. Oké. Stop. Dat is waar jij wou. Hier. Ja, dat is waar ik wou. Ja. Het is belangrijk dat we op tekst uitkomen. Dat is in dit geval, hebben we Sjaske. Links of rechts? Niet te veel nadenken. Rechts. Zit je rechtshandig? Ja, rechts. Oké. Dat is goed. Voilà, niet te veel nadenken. Okay. Ik ga een kaartje nemen en ik ga van boven naar beneden bewegen. Jij mag, rechts was het, hè. En jij mag op een bepaald moment stop zeggen. Ja? En dan gaan we kijken op welk woordje dat we uitkomen. Het eerste grote woord. Oké? Okay? Goed? Oké, wacht. Zijn we klaar? 3, 2, 1. Ik ga van boven naar beneden bewegen op rustig tempo. Jij zegt stop waar jij wil, oké? Ja. 3, 2, 1, start. Stop. Dit is exact waar jij wou stoppen, toch? Ja. Oké, ik ga het zo houden. Kunt u het lezen? Is er iets? Zeg maar. Tomorrow. Nog eens? Tomorrow. 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 Oké, tomorrow. Pagina, waar is het? 95. Schitterend. We zijn het toch mee eens? Jij hebt gestopt, maar jij wil stoppen. Heel belangrijk, hè? Ja. Oké, en toch heb ik proberen jullie te sturen, te beïnvloeden. Dat is timing. Het gaat om timing. Oké. Jij, maar ik voel het ook een beetje in mijn brein. Oh god. Nee, het was eigenlijk wel. Het staat er een aantal keren in. Ja. Ik heb ook de PDF gedownload, dus kun je wel zo ongeveer kijken waar. Het was de bedoeling om bij Tomorrow uit te komen. Natuurlijk, het is ook mijn taak om dat dan te bewijzen. Nu, de enige manier om dat te kunnen bewijzen is eigenlijk om het niet hier in een envelopje te tonen, want dat kan mee gefoefeld worden. Nee, misschien is het verstandig om het eens aan mezelf te gaan vragen nog voordat ik jullie heb ontmoet. Of nog voordat ik ben opgestaan, bij wijze van spreken. Nee, niet bij wijze van spreken, we gaan dat gewoon doen. Ik hoop dat we connectie kunnen krijgen met dit scherm. We hebben dat er straks geprobeerd. Kijk. Hey Siri. Bel Piet Kusters 5 uur terug in de tijd via FaceTime. Er wordt met Piet Kusters 5 uur terug in de tijd een FaceTime-gesprek gestart. Oké. Nu hopen dat hij hem opneemt. Ik weet dat hij hem opneemt. Ja, het is... Sorry. Ja, hallo? Dag Piet, het is Piet hier. Huh? Het is even FaceTime. Pak even je gsm. Oh. Kerel, het is 5 uur s'nachts. Wat is er? Ah, wel, jij ging mij nu toch zeggen welk woord dat we gingen uitkomen? Allee. Juist. Met dat boek van Marnik. Ja. Gingen we proberen uit te komen op het woord tomorrow. Oh my god. Tomorrow. What is this? Dit heb ik niet in NLP gehad. Is het gelukt? Het is gelukt, Piet. Alles perfect verlopen. Nice. Dat is een nieuwe boek, hè? Okay. Wat was de titel weer van uw nieuwe voorlopig is Reborn. Oeh. Reborn.
Echt waar. Ik denk, dat is niet door. Wat is dit? Wat is dit?